onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente hier en thuis, genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 91 en daarvan het vijfde vers. Psalm 91 en daarvan het vijfde vers. Ik steun op God, mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen, wie God vertrouwt. Dien deert geen kwaad. En wat er verder volgt in Psalm 91 en daarvan het vijfde vers.
Gemeente, de schriftlezing voor deze avond vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 4e hoofdstuk en daarvan het 1e tot en met het 15e vers. De lezing uit Gods heilige getuigenis is Lucas 4 en daarvan de 1e 15 versen. Maar vooraf doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen en in ieder van ons spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen Gods heilige en onfeilbare woord in Lucas 4 vanaf vers 1. En Jezus, vol des Heilige Geestes, keerde wederom van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. En werd 40 dagen verzocht van de duivel en had gans niet in die dagen. En als dezelve geëindigd waren, zo hongerde hem ten laatste. En de duivel zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg tot deze steen dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem, zeggende, er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. En als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblikstijds. En de duivel zeide tot hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid derzelver koninkrijken geven. Want zij is mij overgegeven en ik geef ze wie ik ook wil. Indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles uwe zijn. En Jezus antwoordende zeide tot hem, ga weg van mij, Satan, want er is geschreven, gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij dan de Zoon God zijt, werpt u zelf van hier nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal dat zij u bewaren zullen en dat zij u op de handen nemen zullen, opdat gij uw voet niet te eniger tijd aan een steen stoot. En Jezus antwoordende zeide tot hem, er is gezegd, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van hem voor een tijd. En Jezus keerde wederom door de kracht des Geestes naar Galilea. En het gerucht van hem ging uit door het gehele omliggende land. En hij leerde in hun synagogen en werd van allen geprezen. Zover de lezing uit Gods heilig woord zoeken we ons te verontmoedigen in gemeenschappelijk gebed en de Heer om zijn onmisbare zegen te vragen. Heer in de hemel, u brengt ons vanavond zo midden in de week hier samen in dit kerkgebouw rondom uw woord, klein in getal, maar ook degenen die thuis mee mogen luisteren via de middelen.
En Heere, dat het ons er maar om te doen mag zijn, om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, dat het er ons om te doen mocht zijn, om van u onderwijs te krijgen, terwijl we nog onderweg zijn, terwijl we nog in het land der levenden zijn, terwijl u ons nog in het heden van de genade draagt en spaart. En Heere, dat verkondigt ons uw langmoedigheid. Want wij overtreden elke dag tegen u. Uw wet, Heere, wordt door ons elke dag, in woorden die we spreken of in gedachten en verlangens die in ons hart opkomen, in wat wij willen en doen. Heere, in ons hart, ja, ons hart zelf, is een poel van ongerechtigheid en verdorvenheid. En uw kinderen weten dat het allerbest. Wat er van binnen woont en wat er allemaal uitkomt en in opkomt, ook al komt het misschien niet naar buiten in daden. En dat maakt het des te opmerkelijker dat u in uw langmoedigheid nog draagt en spaart, opdat we ons zouden bekeren voor het eerst, maar ook iedere dag opnieuw. En Heere, dat we dan u mogen ontmoeten, ook deze avond, in het gewaad van uw woord. En dat u ons wilt onderwijzen tot die waarachtige en hartelijke bekering die ons hele leven omvangt en omspant. En wil dan zelf, Heere, want van ons is geen verwachting, ook als wij onze lichaamskracht hebben mogen gebruiken om naar de kerk te komen, ook, Heere, als we thuis naar ons vermogen zoeken op te letten, met aandacht. Heere, toch ligt daarin niet het geheim dat uw woord kracht zal doen in onze harten, al gaat het er niet buitenom. Maar Heere, laat er toch bij een ieder van ons een hartelijk gebed mogen zijn om de doorwerking en de inwerking van uw Heilige Geest. Want zonder hem zijn wij verloren en gaan wij verloren. Het is toch alleen uw levendmakend en verlevendigend werk, waarvan wij zo diep en steil afhankelijk zijn. En wil u dan het woord in onze harten zaaien met kracht en met leven, en dat het zal mogen ontkiemen. En dat wij, Heere, wijs mogen worden gemaakt tot zaligheid, beseffend onze kleine kracht, ja, onze grote zwakheid. Maar dat er bij u, o Heere Jezus Christus, almachtige genade is. Om tot bekering te brengen, maar ook op dat smalle pad te bewaren en te leiden. Want als degenen die u vrezen toch niet bewaard zouden worden in de kracht Gods tot zaligheid, dan zouden zij nog halverwege of vaak veel eerder, en misschien een enkeling wat later, afhaken en zodanig afwijken dat wij met al het onze te gronde gaan. Wellicht alleszins godsdienstig en toch de kracht der godzaligheid bewaren wij niet. En daarom smeken wij u, Heere, ontferm u over ons naar de rijkdom van uw goedertierenheid, zoals u die hebt geopenbaard in het zenden van uw enige geboren Zoon, opdat hij zou lijden tot verzoening. Opdat hij zou lijden wat wij verdienen. Opdat hij toch door zijn lijden de weg tot u zou banen en de deur tot u de toegang zou openen. En er in hem, in de vereniging met hem, een wederkeer is tot u. Heere, wij bidden u, wil u dan geven in ons spreken en in ons luisteren wat wij daartoe van nodig hebben. Wij zijn onbekwaam. Maar als u komt, Heere, dan zal niets in de weg staan en dan zal niets kunnen hinderen. Och, wil ons dan overwinnen. Doe toch het ongeloofde niet. Wil u het wantrouwen afbreken.
wilt u het zich verzetten tegen u, genadig doorbreken. Al datgene wat er tegenop komt, al datgene wat van ons is, al datgene wat van de vorst der duisternis is. U bent toch gekomen, o Heer Jezus, om de werken van de vorst der duisternis te verbreken. Daartoe bent u toch geopenbaard, o Heere. Zou u dan ook vanavond zo uw hand aan ons leven willen leggen, voor het eerst, maar ook bij de voordeur. Opdat we ons tot u bekeren en in onze zonden en ellenden ons tot u leren te wenden. Om onder uw vleugelen als de zoon der gerechtigheid genezing te vinden. Hier aanvankelijk, bij de dood voortgaand en in uw wederkomst voleindigd. Heere, wij smeken u, wilt u de gemeente gedenken in alle noden en zorgen. Die zijn in elke gemeente en die zijn overal. U weet van zieken en van zwakken. U weet, Heere, van de lichamelijke en van de psychische dingen. Mogen we elkaar toch hartelijk opdragen aan de troon van uw genade. En wilt u al dat moeilijke, al die zorgen, al dat zuchten, heiligen aan onze harten. Opdat wij met al datgene wat voor ons zo uitzichtsloos, zo onveranderlijk, zo onbegrijpelijk kan zijn, tot u mogen leren vluchten. Want bij u is raad. En het is toch waar. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, u ziet in gunst op hen die u vrezen, o Heere, dat we ons daar dan op mochten toeleggen. Ook in de zorgen en de moeite om u te vrezen. En opdat we iets zouden mogen leren, wilt u het schenken door die geest der genade en der gebeden, die geest des geloofs en der heiligmaking, van wat we in de psalmen mogen vinden, de beoefening van het ware geloof, als uw gave. Immers is mijn ziel stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot, want we hebben het toch gezongen, wie God vertrouwt. Dien deert gewis geen kwaad. Dan zal het toch alles moeten medewerken. Ten goede hier in de tijd. En als een voorbereiding op de eeuwigheid. Heere, wilt u zo erin afdalen. Onder jong en oud. In de huwelijken en de gezinnen. En gedenk de alleenstaanden en de alleengaanden. De weduwen en de weduwnaren. Gedenk ook het ambtelijke werk, al is het allemaal zo gebroken in de tijden die wij op het ogenblik weer beleven. Wil u nochtans het ambtelijke werk genadig zegenen, het werk van de kerkraad als ouderlingen en diakenen, het werk, Heere, van de knecht die u aan deze plaats hebt verbonden. Dominee Bouwman, Heere, wij bidden u, wil u toch verlenen wat nodig is om in diepe afhankelijkheid van u. En wat hebben we dan nodig? Dat u ons altijd maar weer afbreekt in onszelf. Dat u ons altijd maar weer doet ontdekken hoe zwak, hoe klein we zijn. Hoe onvermogend, hoe onbekwaam. Opdat we u zullen aanlopen. Heere, dat het mag zijn in een tere omgang met u. Om door u te worden toegerust. In dat werk dat u op de schouders hebt gelegd. Heere, geef dat ze het zo mogen doen met vreugde, met eerbied voor u, met ernst, met liefde tot de gemeente. En wilt u hen gedenken, ook met hun gezinnen, met hun kinderen, indien u hen die gegeven hebt. En zo wacht het alles op uw zegen. Heere, we mogen ons nog een ogenblik afzonderen, ook in de tijden die wij beleven. Heere, wat staat alles ondersteboven? En wat zijn allerlei zekerheden ineens veranderd? O, doe ons toch te midden daarvan niet zien op wat mensen denken en vinden. Niet op wat mensen hopen. Heere, waar redding vandaan zou moeten komen. Of wat de uitgang zou zijn in de nood van onze tijd. Dat we het oog op u mogen slaan, die in de hemel woont. Want daar staat toch die troon, van waar u alle dingen regeert.
En opdat wij, Heere, te midden van onze verantwoordelijkheid en het gebruik van de middelen die u geeft, onze ogen op u zouden mogen slaan, want al die dingen kunnen wij niet recht gebruiken. En al die dingen zullen wij nooit recht verstaan, tenzij dat we u mogen vrezen. Heere, werk dat. Tot eer en verheerlijking van uw grote naam, want al wat gij wacht, zal juichen tot uw eer. En wil alles wat er tegenop komt, ook in ons en onder ons, genadig afbreken. Heere, al deze dingen smeken wij u zonder enige verdienste. Ja, wij moeten u belijden dat wij in onze zonden voor u staan. Maar zie ons toch aan in die grote middelaar aan uw rechterhand, uw enige geboren Zoon, de Heer Jezus Christus, die u toch hebt bekleed met genade voor genade. Ja, in wie toch is de volheid der genade. Zie ons toch aan in hem, in wie al uw welbehagen is, tot vergeving van onze zonden en vernieuwing van ons leven, en tot de komst van uw koninkrijk, alleen om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij met elkaar het 8e vers uit de berijming van het gebed des Heren. Het 5e gezang, het gebed des Heren, en daarvan het 8e vers. Verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. En wat er verder volgt in het 8e vers van het gebed des Heren. Thank you.
gemeente, de apostel Paulus, die onderwijst de Joodse christenen in Hebreeën 4, vers 15 met de volgende woorden: want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Hij mag de christenen wijzen op die grote hoge priester in de hemel. En hij mag op hem wijzen zoals hij op de aarde verzocht is geweest, gelijk als, wat zegt hij, wij. In zijn lijden, in moeilijke wegen waarin God zijn aangezicht verbergt, onder het tegenspreken van de zondaren die het hem ontzaglijk moeilijk hebben gemaakt. Als het gaat om Pilatus, degene die de overheid vertegenwoordigt. Als het gaat over de geestelijke leiding in de kerk van zijn dagen. We denken aan de farizeeërs, de schriftgeleerden, oversten, priesters, Sanhedrin. Is hij niet van alle kanten bestookt geweest? Is hij niet tot allerhande verzocht geworden? Is iedereen niet druk bezig geweest om hem te laten struikelen, om zijn leven zo moeilijk mogelijk te maken, om het te vervullen met allerlei zuchten en geween? Paulus die wijst de kinderen van de Here op die grote hoge priester in de hemel, die met al hun zwakheden, dat is al heel wat als een mens erkent dat hij zwak is, want een mens wil graag sterk zijn, dat zit in ons. Wij willen kunnen, wij willen volhouden, wij willen ons beste beentje voorzetten. Maar we willen niet zwak zijn, achteraan komen. Maar de Heilige Geest leert de kinderen van de Here, mag u het leren, dat wij zwak zijn. We hebben het zo nog gezongen met de berijming van het Onze Vader. Wij zijn toch zwak en onze kracht is klein. Maar te midden daarvan doet hij dan die christenen zien op die grote hoge priester in de hemelen. Die hij tekent als de man van smarten die in allerhande verzocht is geweest. Niet anders, minder of makkelijker dan wij, schrijft hij. En zie dan toch op hem en leer toch van hem, kinderen des Heren, het rechte gebruik te maken in al uw verzoekingen. In al hetgeen waarin u tegengestaan wordt, in al hetgeen waarin u tot zonde verleid wordt en waarin de duivel tracht u uit de weg van de Heren te brengen, u te doen wantrouwen aan zijn beloften en ongehoorzaam te doen zijn aan zijn geboden. En dan wijst hij hen in hun zwakheden op Christus. Die grote hoge priester die medelijden weet te hebben, die het precies aanvoelt en die het precies in kan voelen, die op dezelfde plaats heeft gestaan en in dezelfde verzoekingen is geweest. Hij wijst op hem, van wie wij in het evangelie, zoals Lucas het ons beschreven heeft, gewezen worden in de verzoekingen in de woestijn als degene die gehoorzaam is geweest en die de duivel altijd sterke wederstand heeft gedaan. Ja, wat meer is, die de duivel in al zijn verzoekingen, in al die kracht die hij gebruikt heeft om Christus uit de weg van God te brengen, om hem ook maar enigszins tot zonde te verleiden, al was het maar tot één zondige gedachte, één zondige begeerte, één zondige daad, om hem op die wijze zo te bestoken, opdat Christus ongehoorzaam zou zijn aan de wil van zijn Vader. Dat zou veel ernstiger zijn dan het feit dat u en ik ongehoorzaam zijn. Als u en ik ongehoorzaam zijn, dan zal God onze zonde niet ongestraft laten.
Maar al is onze zonde dan nog zo groot, in Christus is nog genade voor de grootste der zondaren, voor de ergste ongehoorzaamheid, voor het ergste struikelen, voor de grootste schuld die gemaakt wordt in het toegeven aan de verzoekingen. Maar als Christus nou één zondige gedachte had gehad, wij hebben het iedere dag, dan zou hij onbekwaam zijn geweest om ook maar één mens zalig te maken. Want in zijn gehoorzaamheid ligt de zaligheid van zondaren. In zijn volhouden, ook dan toen het het allermoeilijkst was, wij lezen in deze geschiedenis die Lucas ons verhaalt, dat het hem ten laatste hongerde. U vindt dat aan het eind van vers 2. Ten laatste hongerde het hem. Wel, dan is een mens zwak. Dan ligt hij veel meer open voor de zonde. Dan is er veel minder verzet. Dan zijn we zo vervuld met dat ene, dat we al dat andere, al die strikken die gespannen zijn en al de gevolgen ervan, wanneer wij eraan toegeven, niet overzien, niet inschatten. Als ik maar in die zo drukkende nood word geholpen. Wel, als de Heer Jezus Christus naar zijn menselijke natuur, als God is hij uiteraard nooit zwak geweest, maar als hij naar die natuur waarin wij tegen God hebben gezondigd, met al de gevolgen daarvan voor onze natuur, bijvoorbeeld hongeren, als hij in die natuur op zijn allerzwakst is, komt de duivel op zijn allervelst. En dat hij verzocht wordt, dat is niet van de duivel, gemeente. Maar dat is van God. Dat hij verzocht wordt, dat is niet omdat de duivel het wil zozeer, uiteraard, die wil het ook. Maar het is omdat God het wil. Want God leidt hem door de Heilige Geest, wij lezen zelfs vol van de Heilige Geest, dus vervuld met de Heilige Geest, leidt hij hem van de Jordaan in de woestijn. En de woestijn is in de Bijbel altijd een beeld van de ellenden der zonde, de ellendige gevolgen van de zonde. De leegte, de zwakheden die door de zonde zijn gekomen. Dus vol van de Heilige Geest wordt hij door de Heere God zelf van een heerlijke plaats, de Jordaan waar hij zo even gedoopt is, en waar de hemel geopend is geworden op zijn gebed, en waar hij een kennelijk teken heeft gekregen van het welbehagen van de Vader in hem, door het spreken, het getuigenis van de Vader, u vindt het in hoofdstuk 3, de versen 21 en 22, door het getuigenis van de Vader, maar ook door een zichtbaar teken van het komen van de Heilige Geest, het gezalfd worden met de Heilige Geest zonder mate, opdat hij bekwaamd zou worden tot zijn taak. Welke taak? Om middelaar te zijn. En om als middelaar tegelijk die gehoorzaamheid op te brengen voor God. Op grond waarvan God zondaren zou vrijspreken. Ongehoorzamen met zichzelf zou verzoenen. De Heer Jezus die komt van een heerlijke plaats waar hij een heerlijk getuigenis heeft gehoord. En dan wordt hij door diezelfde God en Vader, door de Heilige Geest geleid naar de woestijn. Een dor oord, om verzocht te worden van de duivel. Wij lezen in Deuteronomium 8 dat Mozes als knecht van God, als middelaar in het Oude Testament, tot het volk van Israël zegt, daar vlak voor de intocht, voordat ze de grens overgaan en het beloofde land in mogen gaan, de Jordaan over, daar onderwijst hij hen en zegt hij, gij zult gedenken aan al de weg die u de Heere, uw God, deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft.
Dus God heeft gewild dat ze daar 40 jaren gingen dwalen, gingen wandelen, gingen reizen, moesten doortrekken. Schotsweg. Hoewel er tegelijk de straf der zonde was vanwege het ongeloof, vanwege die verspieders. Maar 40 jaar heeft hij u in de woestijn geleid. Opdat hij u verootmoedigde om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of gij zijn geboden zoudt houden of niet. Of gij zijn geboden zoudt houden of niet. Nadat hij zulke grote dingen aan u had gedaan. Hij had dat volk toch geleid uit Egypte. Hij had ze verlost uit de tirannie van de farao. Waar ze onder hebben gezucht en geschreid totdat er alleen nog maar stilte was eigenlijk. Zacht gekerm, alle kracht vergaan. Ze hadden niets. En de Heer heeft hen door een machtige hand uitgeleid. En dan gaat de Heer hen beproeven wat er in hun hart is. Dat doet hij ook in uw leven en dat doet hij ook in mijn leven. En dat doet hij op allerhande wijze. Dat zullen wij nog wel zien in die drie verzoekingen. Hij doet het vanwege het bestuur van God in ons leven. Hoe God ons leven bestuurt. Wat hij ons oplegt of onthoudt. Hij doet het door te zien hoe wij wel op zijn beloften zouden vertrouwen. Ons leven aan hem zouden toevertrouwen. Juist als het moeilijk wordt. Juist als het pad zo nauw wordt. Juist als het licht vooral uitgaat. Of wij zijn bevelen zullen doen. Ook dan, als het ons veel kan kosten. Ook dan, als het ten koste van onze naam kan gaan, van ons gemak kan gaan, van onze vooruitgang kan gaan. En vult u maar in. Dus aangaande zijn bestuur, zijn beloften en zijn bevelen. En wat komt eruit in uw leven, in jouw leven, in mijn leven? Is het niet hetzelfde als met het volk van Israël? Ze waren door de Heere uit Egypte verlost en daar staan ze aan de Schelfzee, de Rode Zee. En van alle kanten zijn ze ingesloten. En ze kijken alleen maar om zich heen. En ze zien geen enkele uitkomst. En wat gebeurt er? Ze geraken in opstand tegen die God die hen zo kennelijk uit Egypte had geleid. Ongehoorzaam. Er komt uit wat erin zit. En dan staan ze aan de overkant, bijzonder gered door de Heere. En dan hebben ze een ogenblik gejuicht en geloofd. En de Heere die leidt hem maar een paar stappen verder. En ze mopperen over het bittere water. Ze buigen niet hun knieën. Ze stellen niet hun vertrouwen op de Heere. Ze verdragen de verzoekingen, de beproevingen niet. Maar ze vallen van de ene in de andere zonde en keer op keer 40 jaar lang. Dan is zo'n volk failliet. Hoe zou zo'n volk nou ooit het beloofde land in kunnen trekken? Hoe zou zo iemand als ik ben, als u bent, dan ooit een thuiskomen bij God kunnen ontvangen? Ware het niet dat God zijn enige geboren zoon naar deze wereld gezonden heeft, opdat hij in uw en mijn natuur, waarin wij tegen God hebben overtreden en waarin wij geen enkele verzoeking en beproeving kunnen verdragen, ziende op ons verdorven vlees. Dat hij in de natuur, die natuur zal volbrengen, een volkomen gehoorzaamheid aan God. En om te beproeven wat er in zijn hart is, en weet u, mijn en uw hart, bent u erachter gekomen? God weet het van ons. Als hij ons gaat beproeven, dan ontdekt hij in ons een boos hart. Dan ontdekt hij in ons een ongehoorzaam hart, een wantrouwend hart. Maar als hij Christus beproeft, op het allerfelste, wanneer hij op het allerzwakst is, dan proeft hij volmaakte gehoorzaamheid. Dan proeft hij een onvoorwaardelijke, volhardende liefde aan hem.
dan proeft hij in de Heer Jezus Christus dat hij de duivel nog niet 1 millimeter in zijn leven tegemoet komt. Hoe donker het ook is, hoezeer ook de Vader zijn aangezicht van hem verbergt, hoezeer hij ook geleid wordt in wegen die voor het vlees zo onbegrijpelijk zijn. Want waarom zou de Zoon van God moeten lijden? Dat is toch ook die eerste verzoeking waar de duivel mee komt. Waarom zou u moeten lijden, honger lijden? Dat is toch niet nodig? Waarom zouden de kinderen van de Here moeten lijden? Dat kan de Here toch allemaal voorkomen en de Here is toch goed? Hij is toch machtig om dat te doen? En daarom komt hij tot de Heer Jezus Christus met die grote verzoeking om in zijn nood te voorzien, om zichzelf in zijn nood te helpen. Maar, let erop, ten koste van de gehoorzaamheid aan zijn Vader, om op zijn goedheid te hopen, gestadig, hoe het ook maar tegen moog lopen. En om ook als God zwijgt, en ik denk aan het leven van Job, hoe is hij verzocht geweest? En wat is hij in verwarring geraakt? En wat is hij gestruikeld? Is dat nou hoe God voor je zorgt? Is dat nou hoe God uw leven, Zoon van God, Kind des Heren, leidt? Kan dat dan door zo'n woestijn gaan van moeite, van honger, van lijden? Dat is toch voor u helemaal niet nodig? Want u hoeft maar tot die stenen, en het was een steenachtige woestijn, dus overal waren stenen, niet zozeer zand. U hoeft maar tot die stenen te zeggen, word brood, want u bent toch de almachtige God, u bent toch de Zoon van God, u bent toch zelf God. U hoeft maar te spreken, de Heer Jezus zal later zeggen, dat hij zelfs uit stenen wel kinderen Abrahams kan maken, wel als God kinderen van God kan maken, uit levensloze stenen. Zou u dan niet uit die stenen brood kunnen maken? En inderdaad, kinderen, dat zou voor de Heer Jezus toch niet zo moeilijk zijn. Want de Heer Jezus is inderdaad die grote God die ook de almachtige schepper is. En u hoeft maar te spreken en het er is er. En u hoeft maar te gebieden en het staat er. En door zijn spreken heeft hij hemel en aarde geschapen. En door datzelfde spreken zou hij die stenen inderdaad kunnen maken tot broden, eenvoudig voedsel. Maar hij zou er ook een hele rijke maaltijd van kunnen maken. En als je honger hebt, wat doe je dan? Als je een beetje begint te beven, omdat je suiker te veel gaat dalen. Als je je zwakheid gaat voelen. Wat doe je dan? Dan grijp je toch alles aan? Dus wat is daar een verleiding van uitgegaan? Ook hierom, dat de duivel eigenlijk een vraagteken zet achter datgene wat de Vader heeft gesproken in de versen 21 en 22 van het vorige hoofdstuk. Gij zijt mijn geliefde Zoon. Ik heb u lief. Als mijn eigen Zoon, als God uit God. Wel, als u dan de Zoon van God bent, bewijs dat dan. Laat dat dan toch zien. En maak van die stenen brood. Kent u die verleiding in uw leven om te wantrouwen aan de goedheid van God?
om de zorg van God te verdenken, omdat het zo heel anders gaat dan u had gedacht. Niet vooruit, maar achteruit, niet omhoog, maar omlaag. En dat het zo in je hart opkomt en misschien wel door je mond eruit komt. Waarom? Waarom? Waarom moet mijn weg zo moeilijk zijn? Waarom moet mijn weg zo zwaar zijn? En dan kan er wel gezongen worden die hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Dan voel je wel hoe ver je daar vanaf bent. Vraagtekens zetten achter de goedheid van God, achter de liefde van God, achter de macht van God, achter de wijsheid van God. Wat maken we daar veel schuld in of niet? En wat doet de Heer Jezus? De Heer Jezus Christus die leert ons in dit gedeelte verschillende zaken. Maar hij leert ons in de allereerste plaats dit: wees goed thuis in het woord van God. Want als je niet goed thuis bent in het woord van God, dan heb je geen verweer tegen de vorst der duisternis in de verzoekingen waarin hij je brengt. En dan struikel je over en door van alles. Zorg er in de eerste plaats voor dat u weet wat de Heer in zijn woord schrijft. Want iedere keer, zoals u weet, antwoordt de Heer Jezus, weerstaat hij de duivel, slaat hij zijn verzoeking, zijn verleiding, zijn listige spreken af met het woord van God. Heel beslist. Hij gaat niet in discussie. Hij gaat niet in discussie met de duivel. Maar hij grijpt één woord van God, het zwaard des geestes. En daarmee weerstaat hij de duivel geheel en al. En als we niet goed thuis zijn in het woord, dan liggen wij open voor de verzoekende macht van de Satan. Het is de apostel Paulus die, ik meen, in 2 Korinthe 2 schrijft. En wij kennen zijn gedachten. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Zijn raadslagen, zijn aanvallen, zijn listen. En die zijn alleen maar te onderscheiden en dus te weerstaan indien wij het woord van God kennen. Maken wij het ons eigen, gemeente. Lezen wij getrouw, aandachtig, aanhoudend, dag aan dag in zijn woord. Wij lezen toch in Psalm 1 van de Godvrezende dat hij zijn wet, dat is zijn openbaring, hetgeen hij tot onderwijs, tot zaligheid, tot wijsheid heeft gegeven. Hij overdenkt, de Godvrezende, zijn wet, zijn openbaring, dag en nacht. Dus voortdurend, telkens weer. En hij zoekt als het ware van zijn geheugen een magazijn te maken waarin het woord van God als een voorraad ligt opgeslagen. Zodat hij op die voorraad van de kennis en het inzicht in het woord van God, van het zich eigen gemaakt hebben met het woord van God, zodat hij daar gedurig op terug kan grijpen. Want hoe zullen wij de wil van God en de weg van God kennen als wij zijn woord niet kennen, van A tot Z, van kaf tot kaf, van begin tot eind? En dan kunnen wij niet alles in één keer leren, en ik weet, de een kan meer onthouden dan de ander, maar is ons hart erop gezet? En zoeken wij kennis met kennis te vermeerderen? Nee, niet om de kennis, maar opdat we de Heere recht zouden kennen, recht zouden dienen en ons voor de verzoekingen en de verleidingen zouden wachten. Dat we ze onderkennen. Dat we ze zouden mogen ontgaan door de genade van God.
En geleid en geleerd door hem die de grote profeet in de kerk is, de Heer Jezus. Er staat geschreven, dat vindt u 3 keer, iedere keer weer. En uit het boek Deuteronomium hoofdstuk 8 en daarna 2 keer hoofdstuk 6. Er staat geschreven, Satan. En dat is voor mij het enige wat telt. Dat is voor mij nou alles wat bepalend is voor hoe ik denk, wat ik wil en hoe ik zal wandelen. Dat woord is het wat mij leidt. En dat woord is voor mij de enige norm. Is het dat ook voor ons geworden door genade? Hebben wij zo het woord van de Heere lief gekregen omdat we de Heere lief hebben gekregen? En als wij de Heere lief krijgen, dan is het ons gebed, neig mijn hart. Heel de dag door en van dag tot dag, neig mijn hart. En voeg het samen. Tot de vrezen van uw heilige naam. Dat je niet een kamertje, zoals Thomas Watson dat schrijft, niet maar 1 of 2 kamertjes als het ware in je hart voor de Heere hebt, maar dat je de andere kamers voor jezelf wil houden. Dat is een verdeeld hart. Dat is een verdeeld huis. Maar dat het een smeekbede is, Heere, neem heel mijn hart en heel mijn leven in om u te dienen, in uw wegen te wandelen. En het voor de tijd en de eeuwigheid alleen van u te verwachten. Er staat geschreven. En wat zegt de Heer Jezus dan? Hij haalt een woord uit Deuteronomium 8 aan. Er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. Wat bedoelt hij daarmee? Eigenlijk zegt de Heer Jezus hier, Satan, ik zal alleen van Gods zorg leven. En als mijn vader in zijn voorzienige leiding, en dit is zijn voorzienige leiding, dit is zijn weg met mij. Als hij in zijn voorzienige leiding mij het brood onthoudt, mij het dagelijks onderhoud onthoudt, dan zal ik hem niet verdenken. Dan zal ik hem niet wantrouwen. Maar dan zal ik op hem hopen en op hem alleen. Dan zal hij in de nood, hoe hoog de nood ook zal gaan, dan zal hij in de nood op zijn tijd, en dan komt hij nooit te laat, misschien wel als ik bezweken ben, maar nooit te laat, want als ik door tegenspoed bezwijken moet, schenkt hij mij het leven. Ik zal alleen op zijn zorg hopen. Ik ga niet onwettige middelen aanwenden. Ik heb ook geen enkele behoefte om mij tegen de wil van God te bewijzen als de Zoon van God. Daar zorgt de Vader zelf wel voor. Wij lezen in Romeinen 1, ik meen vers 4, dat er staat dat Christus Jezus krachtiglijk bewezen is de Zoon Gods te zijn. Hoe? Doordat de Vader hem deed opstaan uit de doden. Mijn Vader zorgt er wel voor. Maar ik zal mij niet vergrijpen. En ik zal mij niet buiten de weg der gehoorzaamheid begeven. Al betekent het dat ik honger moet lijden. God zal op zijn tijd en op zijn wijze beslist degenen die op hem hopen, uithelpen en doorhelpen. Wat heeft de Heer Jezus Christus hier gezegd? Het geloof in zijn vader, het vertrouwen op zijn vader, op een volmaakt gehoorzame wijze beoefend. Opdat hij al uw falen en mijn falen, al jouw struikelen, opdat daar verzoening voor zou zijn. En opdat wij met al ons falen, met al ons wantrouwen, met al ons uit de weg gaan, met al die waaroms, bij hem zouden leren schuilen. Om van hem in al die omstandigheden ware wijsheid te vragen. En te vragen nog, Heere, doe mij toch iets van dat vertrouwen beoefenen. Wat u volkomen beoefend hebt. Als een borg. Want wat de Heer Jezus heeft gedaan, alles wat hij in zijn leven op aarde heeft gedaan, dat heeft hij niet voor zichzelf gedaan.
Dat heeft hij in de allereerste plaats borgtochtelijk gedaan. Oftewel als borg die in de plaats van anderen stond om te doen wat anderen hadden moeten doen, maar waar zij in gefaald hebben, waarin zij gestruikeld zijn, waarin zij tegen God gezondigd hebben. Dus hij beoefent dat geloof waar God recht op heeft, wat hem toekomt, ook als de weg donker wordt. Ook als de strijd zwaar wordt, ook als de lichamelijke toestand zo tegen je is. Om dan nochtans te vertrouwen op de Heere. Daarom komen wij dat tegen in de psalmen. Het vertrouwen op de Heere in de moeilijkste omstandigheden. Ik denk alleen al aan psalm 62. Mijn ziel zwijgt Gode stil. Het ga hoe het ga. Maar ik zal op hem hopen. Want het is nog nooit gebeurd dat degenen die de Heere vertrouwden, door de Heere beschaamd zijn. Ja, het kan langs de rand gaan. Het kan door grote diepten gaan. Als we zeggen met psalm 91, wie God vertrouwt, dien deert geen kwaad, dan zeggen wij daarmee niet dat hen geen kwaad overkomt. Ja, zeker wel. En vaak meer dan de wereldling. Vaak meer dan degene die God niet vreest. Maar wie God vertrouwt, die zal toch door al dat kwaad ten diepste geen enkele schade ondervinden. Onmogelijk. Want die door hem krachtdadig tot de gemeenschap van zijn zoon geroepen zijn, die zullen alle dingen moeten, omdat God het wil, ten goede medewerken. Ik zal van Gods zorg alleen leven. En zo heeft de Heer Jezus Christus zijn vertrouwen op de Heere zijn Vader gesteld. Wie zal het u leren, wie zal het mij jou leren? Dan alleen deze zaligmaker die het beoefend heeft, die het volbracht heeft. Smeekt u daarom aan het begin van de dag. Deze Heere. Om u door zijn geest te leiden. En dan heeft de Heer Jezus geweten. En ik denk alleen al aan de geschiedenis van de woestijnreis. Van de kinderen Israëls. Als er nergens brood is. Dan opent de Heere de wolken. En dan blijkt de hemel een voorraadschuur te zijn waaruit de Heere zijn kinderen weet te onderhouden. De profeet Maleachi, die zegt namens de Heere tegen het volk, beproef mij eens of ik geen ramen in de hemel kan maken. Om u alles te schenken wat u nodig hebt. Wees daarom niet karig in het geven voor het huis des Heeren. Menende dat u tekort voor uzelf zult te komen... Maar de Heere weet wel te voorzien. Degenen die op hem hopen. En het manna dat viel om de tenten heen. En het heeft hen 40 jaar lang aan niets ontbroken. Eten en drinken was hen verzekerd door de hand van God. En daarom heeft de Heer Jezus ook gezegd. Linksom of rechtsom. Maar de Heere zal zorgen. Hoe? Dat weet ik niet. Nee, als mens wist hij dat niet. Een mysterie voor ons. Dat hij als God nou alles wist, maar dat hij als mens afhankelijk was van de openbaring door de Heilige Geest. Hoe het zal zijn, ik weet het niet. Maar de Heere zal zorgen. De Heere zal uitkomst geven. En dan wordt hij zo hongerig als hij is, want u moet goed begrijpen, pas aan het eind, wij lezen dat niet in Lucas, maar we lezen het wel zoals Matthäus ons het evangelie door de Heilige Geest heeft beschreven. Dan lezen wij dat helemaal aan het eind, als de duivel al zijn verzoekingen volbracht, voleindigd heeft, dat de engelen Gods komen en hem dienen.
En dan gaat de duivel het op een andere manier proberen. Dan moet u erop letten in vers 5. Dat de Heilige Geest ons daar schrijft en als hem de duivel geleid had. Dat is wat? In vers 1 is het nog de Heilige Geest die hem geleidt naar de woestijn. En in vers 5 is het de duivel die hem geleidt op een hoge berg. Dus de Heer Jezus Christus laat zich leiden. Want hij is gehoorzaam aan zijn Vader. En dan wordt hij door de duivel op een hoge berg gebracht. En weet u hoe dat allemaal precies gegaan is? Hoe de duivel hem in een ogenblikstijds, dus in een hele korte tijd, al die koninkrijken der wereld heeft kunnen laten zien. Welke berg is zo hoog dat je al die koninkrijken kunt zien op aarde? In ieder geval niet een berg in Israël. Maar de duivel die heeft op de een of andere manier in een werkelijke verzoeking de Heer Jezus als het ware meegenomen op die berg langs al de koninkrijken en de machten van deze wereld. De macht van die koninkrijken, de heerlijkheid van die koninkrijken. Hij laat hen alles zien. De Heer Jezus die zal straks zeggen, wat baat het een mens zo hij de gehele wereld gewint. Past die ook in uw hart? Wel in mijn hart hoor. Op allerlei mogelijke wijzen hoor. Of heb u daar geen last van? Dingen in de wereld die zo schoon schijnen. Die zo kunnen glanzen. Die zo aan je kunnen trekken. Want de wereld is aantrekkelijk hoor. De wereld is verlokkelijk voor onze gevallen natuur. De genotzucht. De hebzucht. De eerzucht. Zijn allemaal zuchtziekten. Die in ons aller hart worden gevonden. Bij de een misschien komt dit er meer uit en bij de ander komt dat er meer uit. Maar het zit in ons aller hart. En het is zo aantrekkelijk voor ons vlees. De duivel verkoopt ons alleen maar datgene waar hij in onze verdorven natuur, in onze gevallen natuur, wel tig aanknopingspunten heeft. Hij weet precies op welk knopje hij moet drukken bij u en bij mij. Hij weet precies aan welk touwtje hij moet trekken. Waar we het meest voor open liggen, waar we het meest zwak. Hij ziet ons elke dag. Heb u dat ook in de gaten? God, de alwetende God, ziet ons elke dag. Maar de duivel ziet ons ook elke dag. Nee, niet omdat hij alwetend is als God. Maar wel omdat hij met velen is en hij houdt al die mensenkinderen in de gaten. En hij kent uw leven hoor. Hij weet precies waar u komt, hoe u leeft, wat u in huis hebt, waar je hart voor openstelt. Nee, hij is geen gedachtenlezer van je gedachten. Nee, hij kan niet je hart proeven zoals God je hart proeft, want die kijkt erin tot op de bodem. Dat kan de duivel niet, maar hij ziet aan heel ons gedrag, aan hoe wij kijken. Aan waar we onze hand naar uitsteken, waar we om lachen. Hij ziet het precies. En hij weet dan ook welke verzoeking het best bij onze zwakheid past. En of dat nou genotzucht, hebzucht, eerzucht is, hij weet het. En al die koninkrijken trekken voorbij als het ware. Al die culturele verworvenheden, de militaire macht van die koninkrijken, de aardse genoegens in die koninkrijken. Al de wetenschap, ontwikkeling en beschaving van die dagen. Al datgene waar de Heer Jezus zo voor waarschuwt. Wat baat het de mens zo hij de gehele wereld gewint. En eerlijk is eerlijk, ik weet niet hoe het met u is. Maar hier van binnen zit een hart. Dat als God het niet verhoedt, de hele wereld zoekt te gewinnen. Die wereld die mij het meeste aanspreekt. Datgene in de wereld waar ik het meeste dorst naar heb. Maar waarom je schade zult lijden aan je ziel. En wat zegt de duivel dan? Dat is nou allemaal voor mij. Is dat waar? Is dat waar?
De duivel komt hier met een halve waarheid. De leugen van de halve waarheid. Onze kanttekenaar die schrijft, hoewel de duivel tegen de waarheid zichzelf dit toeschrijft, als zijnde een leugenaar, Johannes 8 vers 44, nochtans, zo misbruikt hij dikwijls door Gods toelating en rechtvaardig oordeel tegen de zonden der mensen, zo gebruikt hij dikwijls de eer en de rijkdommen der wereld om de mensen te verleiden, zichzelf dragende, gedragende, als een overste en God deze wereld. Zo schrijft de apostel Paulus over hem. De tekstverwijzing staat erbij. 2 Korinthe 4 vers 4. De God deze eeuw die onze zinnen verblindt en die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. De God deze eeuw, met een kleine g geschreven, maar het geeft aan wat zijn grote macht is. Groter dan uw macht om te weerstaan. Groter dan mijn kracht om tegenwicht te bieden. Onze kanttekenaar zegt dus, God heeft die wereld vanwege de val in Adam. En dat is uw en mijn vallen. Dat is uw en mijn keus. Dat is uw en mijn schuld. Vanwege die val van Adam heeft hij de wereld als onder de macht van de Satan gegeven. We zijn de duivel toegevallen. Dat hebben we vrijwillig gedaan. Vrij en moedwillig zijn we gevallen. En daarom liggen we in zijn klauwen, reddeloos verloren. En hij houdt ons vast met allerlei verleidingen, met allerlei zoetigheden van de tijd. Met al datgene waarvan hij wel weet dat hij onze verdorven natuur ermee voedt. En dat wij nooit nee zullen zeggen. Nooit zo nee zullen zeggen. Dat wij God zouden eren. Tenzij genade ons heeft wederbaard. En hij toonde hem al die koninkrijken der wereld. Ik zal u al deze macht en heerlijkheid derzelfde koninkrijken geven, want zij is mij overgegeven en ik geef ze wien ik ook wil. Indien gij dan mij zult aanbidden, één keer op uw knieën vallen voor mij, één keer maar. Dat is wel goed om daar even op te letten. Eén keertje. Wij denken, och, één keertje. Ach, wie valt nou niet? Wie struikelt nou niet? De beste gaat wel eens onderuit. Eén keertje, kan één keertje nou kwaad? De duivel zegt, één keertje knielen voor mij. Dat zei hij ook tegen die drie vrienden van Daniel. Eén keer knielen voor dat grote gouden beeld. Eén keer knielen voor de hoogmoed, de eerzucht, de macht van koning Nebukadnezar. Eén keer knielen onder de druk die er op hem werd uitgeoefend, waar ze gewezen werden op die hete oven, die 7 maal heter gestookt was. Eén keertje maar, en je hoeft daar niet in. Als u één keertje buigt, dan hoeft u niet aan het kruis, dan hoeft u niet vreselijk lichamelijk te lijden. Dan zal er geen geeseling meer volgen. Dan hoeft u niet gehoond en bespot te worden. Dan hoeft u niet al die verachting en vernedering te verdragen die u te wachten staat. Al dat lijden kunt u ontgaan. En al datgene waar u toch voor gekomen bent om het te gewinnen. Ik geef het u. En dan hoeft u maar één keer te knielen. Hoe vaak zijn wij al geknield? Hoe vaak zijn wij al gestruikeld? Hoe vaak zijn wij al voor de duivel door de knieën gegaan? Als er toch geen Christus was, die altijd zijn knieën in Gods vrucht recht gehouden heeft, wie zou kunnen zalig worden? Gode zij dank dat hij zulk een grote zaligmaker heeft gezonden. En zulk een grote zaligheid door hem heeft laten verwerven.
dat degenen die voor de duivel niet maar één keertje door de knieën gaan, dat de zulken zouden zalig worden. En wat zegt de Heer Jezus? En dan is hij heel beslist. Ga weg van mij, Satan, grote tegenstander. U die altijd alles in de war stuurt. U die altijd probeert verwarring te scheppen. Ga weg van mij, Satan. Want, en weer, er is geschreven, gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. Wat had de Heer Jezus ook alweer onderwezen? Wat staat er in het boek Deuteronomium? Gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Gij zult de Heere alleen lief hebben. En berusten in zijn weg. Mag dat toch in beginsel weer in ons leven zo zijn. Als Christus in ons komt wonen. En Christus gestalte krijgt in ons leven. Nee, dan is het niet dat wij niet meer struikelen. Maar dan is het toch wel dat er een ander beginsel in ons leven geopenbaard, openbaar komt. Wanneer Christus in ons woont, dan zal hij ons leren door zijn woord en geest om sterke weerstand te doen. Hoe? Door vooral zo diep mogelijk te knielen en te buigen voor de Heer. Nee, niet door je kracht in jezelf te zoeken, maar in de erkenning van je zwakheden. En daarom zo diep mogelijk als het ware door de knieën te gaan, om al je kracht en bewaring, al je sterkte in hem te zoeken en van hem te vragen om hem aan te kleven die de duivel heeft weerstaan in die ontzaglijke verleidingen om de weg van zijn vader te verlaten. Om een andere, makkelijkere, voor het vlees behagelijkere, meer doenlijke, althans naar onze menselijke wijsheid, weg te kiezen. En de Heer Jezus Christus staat daar in zijn heerlijkheid en in zijn kracht. En hij wijst de Satan onherroepelijk af. Ik zal maar één dienen. Is dat ook uw voornemen? Is dat wel eens uw keus geworden? Uw hartelijke keus? Hoe aangevochten ook, hoe bestreden dan ook. En hoe vaak u ook moet zeggen, Heere, ik heb het wel gezegd, ik zal u dienen. Maar hoe menigmaal ben ik daarin smadelijk gestruikeld. Dat hartelijke voornemen, ik zal de Heere alleen dienen en mijn leven in zijn dienst besteden. Maar hoe vaak, Heere, heb ik daarin gefaald? Daarom bidt de dichter, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Uw goede geest, o, dat hij mij bij de hand vat en mij leidt in een effen land. Of die andere psalm, is dat al onze zucht geworden? Is dat al ons verlangen geworden? Dat is toch de werking van de geest van Christus? Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan, waar ik gedurig van alle kanten, door de vorst der duisternis en door de wereld om me heen, en mijn eigen boze hart, die driekoppige vijand, wordt aangevallen, wordt verzocht en verleid, wordt misleid. Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet. Dan leefde ik onbevreesd. Maar is dat ons voornemen wel eens geworden? Die hartelijke keus om de Heere te dienen en hem alleen. En in zijn wegen te gaan. Zijn bevelen te onderhouden. In zijn inzettingen te wandelen. Dat mag dan hier wel een beginsel zijn waarvan zelfs de Allerheiligste maar een klein beginsel van hebben. En toch in waarheid en oprechtheid. Uit Christus. En dan,
Als de duivel ziet dat hij ook hier vastloopt, dan neemt hij de Heer Jezus mee naar Jeruzalem. Jeruzalem, dat was toch ook het doel van de reis van de Heer Jezus waartoe hij is gekomen. Want hij wist, daar zal ik worden gekruisigd. Daar zal ik buiten de stad worden uitgeworpen. En daar zal ik aan het kruis de vloek en de toorn dragen. Daar zal straks zijn duisternis en donkerheid. En naar die stad wordt hij geleid door de duivel hier. En hij stelde hem op de tinnen, dat is een plat dak van de tempel. En dat is een gedeelte van de tempel waar als je over de reling kijkt van het aangebrachte hek, in een diep ravijn kijkt. En dan laat de duivel hem als het ware over die rand heen kijken en hij zegt, indien gij de zonen Gods zijt, werp u zelf van hier nederwaarts. Hij haalt Psalm 91 aan, want Lucas die beschrijft ons deze volgorde van de verzoekingen. Matthäus beschrijft ons een andere volgorde. Dan zijn de laatste twee omgedraaid. Waarom doet de een het in die volgorde en de ander het in die andere volgorde? Dat is niet een vergissing van de beide evangelisten, want ze stonden onder de leiding van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest wil ons iets laten zien. In Matthäus wil hij ergens anders de aandacht op leggen door de volgorde van de verzoekingen. En bij Lucas weer ergens anders op. Weet u wat de duivel nou tot twee keer heeft gehoord? Er staat geschreven. Dat heeft hij tot twee keer toe uit de mond van de Heer Jezus gehoord. En dan gaat hij zijn pijlen daarop richten. Op het feit dat de Heer Jezus zich aan Gods woord vasthoudt. En dat Gods woord hem in alle dingen leidt en dat hij van dat woord niet enigszins afwijkt. Maar op de beloften van God in zijn woord zal hij vertrouwen en naar de bevelen van dat woord zal hij leven. En dus gaat de duivel het op die manier proberen. Reken erop hoor, dat hij ook komt als een engel des lichts. In de verdrukkingen. Zeker in onze tijd en in ons Nederland. Als een engel des lichts om het woord zo te verdraaien, dat je ten diepste de moeite ontgaat. Om het woord zo uit te leggen, zo voor te stellen, dat je er niet mee in de moeite komt, maar dat je er de moeite mee ontgaat. En dan verdraait hij er iets aan. Het is niet veel. Maar de kanttekeningen in Psalm 91 bij het bewuste vers 11 is het mening. Kanttekening 18 bij vers 11 zegt. En dit zijn de woordjes die de duivel eruit laat. Welke woordjes uit vers 11 van Psalm 91? En hij zal u in al uw wegen, in al uw wegen. Dat wil zeggen, wanneer u in de weg van Gods plicht gaat. Wanneer u wandelt naar het bevel van de Heer. Wanneer u zo wandelt dat hij zich in zijn gunst en liefde over u ontfermt. En dat hij uw weg van gehoorzaamheid voorspoedig maakt. Een weg van gehoorzaamheid aan zijn bevel. Dat laat de duivel eruit. En waar legt hij alle nadruk op? Hij legt alle nadruk op de belofte. De belofte dat de Heere zijn kinderen zal dragen en sparen, hoe het ook gaat. Dat hij in al hun wegen hen nabij zal zijn. En als het nodig is, dan zal hij de engelen zenden om voor hen te zorgen. En dat weten wij ook wel uit het geheel van de schriften. Dat de engelen door de Heere God gezonden worden tot dienst der kinderen Gods. Ze zullen hen dienen, hen beschermen, hen leiden. Niet één engel voor één kind van God, maar heel de engelenschaar. Voor al de kinderen Gods. En wij komen in de Bijbel meer dan eens kinderen van de Heere tegen, die ook op een hele bijzondere manier mogen ondervinden dat God door zijn engelen voor hen zorgt. Ik denk aan Elisa in Dothan. Als hij in het grootste gevaar is door de militaire macht van Syrië. En die jongen naast hem staat, zijn knecht, en beeft over heel zijn lijf. Dit gaat nooit goed, ze komen steeds dichterbij, ze kloppen zelfs aan bij de deur. En straks staan ze oog in oog met die vijanden. Maar Elisa ziet, die met ons zijn, zijn meer dan die met hen zijn.
Hoe zorgt de Heere voor zijn kinderen, ook door de macht, de machten der engelen? Wel, zegt de duivel, u bent toch de Zoon van God? Wel, laat het dan eens openbaar komen door over de ram te springen. Want dan zal God zijn engelen zenden en voordat u de grond raakt, zult u opgevangen worden door de engelen. Voordat u uw voet aan een steen stoot, voordat u zich kunt bezeren, voordat u een blauwe plek oploopt, voordat u te pletter valt, zal hij zijn engelen zenden, en engelen zijn snel, die komen nooit te laat. En die zullen u opvangen, en die zullen als het ware u op de handen dragen. En dan zal toch iedereen wel zien dat u bijzonder bent. Dan zal toch iedereen wel zien dat ze u moeten erkennen. Wat kan de duivel ook het woord van God misbruiken? Op allerlei wijze. Ook daar beducht voor te zijn. Ook daarvoor op te passen. Ook als iemand met het woord van God komt. Hebben te beproeven of het geheel en al naar het woord van God is. Wat kunnen sommige mensen anderen onder druk zetten omdat ze dit of dat van de Heere hebben gekregen? En wat kan dat soms bezwerend gezegd worden? Dat als je er niet naar zou handelen, nou dat je aan God ongehoorzaam zou zijn. We hebben het altijd maar te toetsen aan de schriften. En ook als iemand met bijbelteksten komt, wil dat niet zeggen dat ze dus gelijk hebben. Want je moet goed opletten. Ook op de samenhang van de tekst. En goed opletten op al de woorden in de tekst. Dat is wat de Heer Jezus ons hier ook onderwijst. Want zou God zijn beloften in je leven vervullen, buiten de gehoorzaamheid aan zijn bevelen? De Heer heeft toch gezegd, gij zult niet doodslaan. Onze catechismus verklaart daarvan dat dat betekent dat je jezelf niet roekeloos in gevaar mag brengen. Maar dat je altijd in alle omstandigheden bedachtzaam en voorzichtig behoort te zijn. Dat je de nodige voorzorgsmaatregelen die de Heer heeft gegeven zou waarnemen. Wanneer je dat niet zou doen, dat je je kennelijk in gevaar brengt. Wel, als je jezelf kennelijk in gevaar brengt met verachting van de middelen, dan moet je niet rekenen op de bescherming en de bewaring van de Heere. Want de Heere vervult zijn beloften van bescherming en bewaring niet buiten de weg van de plicht, buiten de weg van de gehoorzaamheid aan zijn geboden. Buiten die weg van oprechte voorzichtigheid en bedachtzaamheid. Zodat ik mij niet roekeloos in gevaar begeef. En mijn eigen leven in gevaar breng. En daarom heeft de Heer Jezus gezegd met een woord uit Deuteronomium 6. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Dus dat betekent nooit dat je met open ogen in een gevaar gaat. En dat je maar hoopt op de belofte van God die zal bewaren terwijl je nalaat wat je behoort te doen. Dat je in je auto stapt en je gaat de weg op en je doet niet de veiligheidsriem om. Het is maar één voorbeeld. Wie op Gods belofte vertrouwt om te beschermen en te bewaren, die zal dan ook in de weg der gehoorzaamheid de wettige middelen toepassen. Zo heeft de duivel tot driemaal geprobeerd de Heer Jezus ten val te maken. Weet u wat de duivel heeft ontdekt? Wat God al lang wist en wat Christus ook wist. Dat er in de Heer Jezus niets te vinden was waardoor hij ten val gebracht kon worden. In u en in jou en in mij zit zo'n onzalige fontein waardoor wij dagelijks struikelen en vallen.
Maar als de Heer Jezus in de hitte van de verzoeking wordt gebracht, dan vindt de duivel niets. Hij krijgt geen enkele grip op hem. Mag ik dan tenslotte eens vragen? Is de Heer Jezus Christus daarin al voor u noodzakelijk geworden? Zonder hem kan ik niet staan en weerstaan. Zonder hem heb ik geen wijsheid. Zonder hem is er geen kracht. Heb u hem al leren kennen? Zoals Lucas ons de Heer Jezus schildert in zijn weerstaan en overwinnen van de duivel. Waarom Jacobus zegt, onderwerpt u aan God, weersta de Satan en hij zal van u vlieden. Dat u hem hebt leren kennen als zo gepast om u in al uw wegen te leiden en te bewaren, te sterken. Is het daarom dat u de Heere zo achteraan kleeft in zijn enige geboren zoon en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze? Is het daarom dat de Heer Jezus Christus u zo dierbaar is geworden, zo zoet, als degene die machtig is om u te verlossen, die machtig is om u zalig te maken, in wie u nou alles mag vinden, waardoor u rechtvaardig bent voor God. Om nou alles in hem te mogen vinden, voor elke dag, maar ook voor die grote dag, waarop wij voor zijn rechterstoel zullen staan. En dan niet om veroordeeld te worden vanwege onze ongehoorzaamheid, maar vrijgesproken te worden vanwege zijn gehoorzaamheid. Amen. Zoek het te eindigen met gebed. Heren, zo mochten wij hier vanavond een ogenblik zijn. En we hebben deze woorden van u mogen lezen. Heren, wilt u ze in ons hart schrijven, om ze ook bij het gehoorde woord te mogen overdenken en te bedenken wat tot onze zaligheid dienende is. Heren, wij smeken u, wilt u het onderwijs zegenen aan onze harten, dat we ermee in mogen keren tot onszelf voor uw heilig aangezicht, om ons hart te onderzoeken, maar ook, Heer, om uitgedreven te worden tot u als degenen die in al die verzoekingen niet staande blijven. Om uitgedreven te worden tot hem die door zijn gehoorzaamheid in de woestijn van ellenden de deur van het paradijs heeft geopend. En zo door zijn volbrachte gehoorzaamheid die geopende deur is in het dal van Achor. Zegen het uwe, Heere, vergeef genadig het onze. Wees met ons als we thuis de kerktelefoon weer uitdoen, als we deze plaats verlaten, weer naar onze huizen gaan, bewaar ons, leid ons, ook het verdere van deze week. Heere, bewaar ons bovenal hiervoor, dat we onbekeerd zouden doorleven en onverzoend zouden sterven. Heere, doe genadig verzoening over het onze, maar wil het uwe zegenen tot roem van uw grote naam, tot behoud van onze zielen. En tot troost en vreugde voor uw kinderen. Alleen om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte uit de 19e psalm, het laatste, het 7e vers. Psalm 19 en daarvan het 7e vers. Weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heerst die in mij niet meer. Dan leef ik tot uw eer van grote zonden vrij. En wat verder volgt in Psalm 19 en daarvan het 7e vers. Thank you.
Gemeente Heer en thuis, verheft uw harten met eerbied tot God en ontvang zijn onmisbare zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.